Wat deed u op 25 november 1975? Ik was hier thuis. Ik was bezig met mijn zoontje van 4 en een baby van 1 maand. En die avond, tegen 11:30, heb ik mijn zoontje naar buiten gebracht op het terras achterop. En we zagen vuurwerk uit cultuurtuin, cultuurtuin in het stadion waren ze bezig. De onafhankelijkheid, waren ze bezig met de onafhankelijkheidsceremonie. Ik denk dat Beatrix hier was, prinses Beatrix. En Venetiaan, die was van onderwijs. En Aaron was premier, dacht ik. En ik, later op tv zag ik die hele ceremonie, de Nederlandse vlag. Die ging naar beneden. En de nieuwe Surinaamse vlag, die ging naar boven. En het was een verrassing voor iedereen. Want niemand wist hoe die Surinaamse vlag eruit zag. Maar ik had er al 2 maanden, 3 maanden van tevoren gezien bij een drukkerij wat de Surinaamse vlag is. Dus ik heb zitten piepen en ik ben naar school gegaan. En die ochtend heb ik een opdracht gegeven aan kinderen. We gaan een vlag maken van 4 bij 8 meter. En dat hebben we opgehangen op het atrium. En niemand wist dat dat de Surinaamse vlag zou zijn. Dus wij hadden het primeur. Oké, nice, nice. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.